Hé, hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Malt with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over tabel en grafiek. In deze video ga ik je laten zien hoe je van een tabel een grafiek kunt tekenen. Ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier staan. We hebben hier een tabel. En die tabel gaat over het gewicht van een puppyhond een aantal dagen vanaf zijn geboorte. Wat je ziet aan de bovenkant van de tabel, daar staan de dagen vanaf zijn geboorte. Begint bij 0, dus dan wordt hij geboren, tot en met de dag nummer 9. En onderin de tabel zie je zijn gewicht in gram. Dat is 300 op dag 0, dus als hij geboren wordt. Op dag 4 weegt hij 500 gram. En op de laatste dag dat we meten, dag 9, weegt hij 750 gram. En de opdracht is: teken de grafiek die hoort bij deze tabel. Dus we moeten bij deze tabel een grafiek gaan tekenen. Als je een grafiek wil tekenen, dan begin je met het maken van een assenstelsel. En je assenstelsel bestaat uit een horizontale as en een verticale as. En je moet eerst even bedenken hoe groot worden die assen? Nou, de horizontale as is altijd de bovenkant van de tabel. En de bovenkant van de tabel gaat over de dagen vanaf de geboorte. Die begint bij 0 en eindigt bij 9. Dus in totaal moet onze horizontale as 9 vakjes groot worden. Dat heb ik hier al gedaan, hè. Deze lijn is 9 vakjes groot. En nu gaan we die getallen er nog even bij zetten. Dus helemaal aan het begin zetten we een 0 neer. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Nu hebben we die horizontale as goed ingedeeld, maar je moet ook even aangeven waar die as over gaat. En deze as gaat over dagen vanaf de geboorte, dus dat zet je hier aan de zijkant er nog even bij. Dus je noteert dagen vanaf geboorte. Want je moet bij iedere as altijd even aangeven waarover gaat die as. Anders is dat niet helemaal duidelijk. Nu de verticale as. Nou, de horizontale as dat is de bovenkant. En de verticale as is de onderkant van de tabel. Dus onze verticale as gaat over gewicht in gram. En hoe groot moet die as zijn? Daarvoor gaan we ook even kijken naar de getallen hier in de tabel. Wat je ziet is hij begint bij 300. Maar wij gaan onze as wel bij 0 laten beginnen. We gaan later pas zien wat je doet als hier wat later begint. Nou, uiteindelijk loopt hij tot 750, en ik zie dat hier best wel vaak stapjes van 100 worden gezet. Dus dat gaan wij ook doen. We gaan dus hier bij 0 beginnen. 750, ja, dat lukt natuurlijk niet met stapjes van 100, dus we tekenen hem tot 800. Dan hebben we aan de bovenkant een stukje over, maar dat is geen probleem. Dus we maken onze verticale as van 0 naar 800, dus die is 8 hokjes lang. En ook hier gaan we de getallen ernaast zetten. Dus je begint bij 0, dan krijg je 100, 200, de volgende wordt 300, daarna 400, 500, etc. En zo helemaal door tot de laatste. En nu hebben we die as goed ingedeeld, maar ook hier moet je even aangeven waar die as over gaat. En deze as gaat over gewicht in gram. Dus dat gaan we aan de bovenkant er even bij zetten. Dit gaat dus over het gewicht in gram. En nu is het assenstelsel helemaal klaar en kunnen we de grafiek gaan tekenen. Wat we eerst gaan doen. En nu is het assenstelsel helemaal klaar en kunnen we de grafiek gaan tekenen. Wat we eerst gaan doen is, we gaan even allemaal punten aangeven in ons assenstelsel. En hoe werkt dat? Nou, kijk, bij 0 dagen vanaf de geboorte weegt hij 300 gram. Dus op de horizontale as zoek ik naar 0, dat is hier zo. En dan ga ik verticaal naar 300 en dan kom ik daar uit. Dus daar zetten we dan even een stipje. Ik doe dat even in het rood. Het mag ook met een andere kleur als je dat wil. Als je maar even duidelijk voor jezelf hebt dat dit het eerste stipje is. Dan gaan we naar de volgende. Bij 1 hoort 400. Dus we gaan naar 1. Dan gaan we omhoog naar 400 en dan kom je daar uit. En dan zet je daar ook even een stipje. En zo ga je ze allemaal af. De volgende bij 2 hoort 420. Nou, 420 kunnen we niet helemaal goed zien, hè, want dit is van 400 naar 500. Je kan wel met je geo even kijken waar het ongeveer is. Door dat even op te meten en dan kom je ongeveer hieruit. De volgende is 450, die zit precies mooi in het midden. Ook dat kun je met je geo even opzoeken. Daarna krijg je 500. We krijgen bij 5 ook 500, die is hetzelfde. Bij 6 hoort dan 620, dan dus zitten we daar. 7. 650, mooi in het midden. Bij 8 hoort 700. En tenslotte bij de laatste bij 9 hoort 750. En nu zie je dat we allemaal stipjes hebben getekend. En die stipjes liggen niet op een rechte lijn. Dus we gaan nu die stipjes met elkaar verbinden. Maar dat doen we op een vloeiende manier. Dus je gaat uit de losse pols. Dus niet met je Geo. Gewoon zo in één keer uit de losse pols. Die stipjes een beetje op deze manier met elkaar verbinden. Dan wordt die grafiek misschien niet helemaal perfect, maar waar het om gaat is dat je die stipjes uit de losse pols met elkaar verbindt. En dat je niet hier tussen allemaal van die strakke rechte lijnen gaat tekenen. En je krijgt dus ongeveer deze grafiek die je hier ziet. En als je de vraag op deze manier uitwerkt, dan krijg je alle punten op het proefwerk. Dus wat hebben we gezien? Je begint dus met je assenindeling. Horizontaal is de bovenkant, van 0 naar 9. Ik geef even aan waar die as over gaat. Verticaal doe je de onderkant en die doen we van 0 naar 800. En ook daar zet je even bij, dit gaat over het gewicht in gram. Dan teken je al die punten, die haal je uit de tabel en daarna ga je die punten op een vloeiend kromme manier met elkaar verbinden. Dus uit de losse pols, zonder je geo, verbind je ze met elkaar. Want je gebruikt alleen je geo als het echt een perfecte rechte lijn wordt. Dat hebben we hier niet. Dus gewoon zo lekker met elkaar verbinden en dan krijg je alle punten op het proefwerk. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer!